Ja. Oh, ik spring! Mattie? Dus nu zijn we bij de Mac. Boing! Dan hoop ik dat dit eruit mag. En dan krijg ik hangtieten. Ik ben nog een kwartiertje bezig. En dan? Dus ja, dat ik heb ze gevonden. En mijn spontje. Maak altijd goed nat. En mijn gezicht ook nat maken natuurlijk. Oh, met koud water. Oeh, echt super koud. Ik heb morgen een afspraak bij de tandarts. En dan hoop ik dat dit eruit mag. Ook wordt helemaal rood. Oh my god, nu kan ik weer niet mijn tandpasta vinden. Gebeurt. Oké, ik ga dus nu mijn haar droog vullen, want ik haat mijn haar. Wij zijn even onderweg. We gaan zo meteen naar Jump Palace, als ik het goed heb. Maar dan gaan de jongens lekker springen. Wij dus dat een beetje uit. Ik vind dat liedje zo grappig. Ik kom ze alweer aan. Nick gaat een nieuwe tatoeage zetten, maar dat hou ik nog even een surprise wat het gaat worden. Koud? Oh. Jezus. En was het dicht? Nee, moet even. Het is nog een kwartiertje bezig. En dan? Maar ga je nu een nieuwe tatoeage hebben dan, weet je toch? Nee. Oh, dus moeten we nu een kwartier in de auto wachten? Ja, even wachten. Een kwartier? Dat is best wel lang hoor. Ja, een kwartier op een mensenleven. Oh, oké. Ga je springen? Ga je springen? Spring! Heb je bips gevallen? Boing! Ja! Kom, even een boekje omhoog. Oké, we zijn dus nu in het speelparadijs. Maar het is echt stom, want het is nog, denk ik, geen 20 meter vanaf ons huis. En het is echt vet groot, wat ik niet had verwacht. Want ik dacht dat het dus alleen toch weer zo'n jumping ding was, hè? Maar ze hebben dus een springgedeelte, ze hebben een kindergedeelte, maar net als iets als verloren. En ze hebben nog een gedeelte, maar ik weet even niet meer wat het heet. Het is echt mega groot. Ze komen om te dunken, maar dat lukt me niet. Oh, daar. Ja, het is echt hoog. Zou ik eens gaan springen? Oh, niet springen wanneer ik spring, dat vind ik eng. Nee, gewoon allemaal. Oh, ik spring! Dit is leuk. Deze, ga ik hier springen. Heb je nog een bal? Deze ook wel goed. Ja, doe maar. Yay! Ik krijg gewoon een kriebel in mijn buik als ik spring, net alsof je in een achtbaan zit. Zo lang heb ik niet gesprongen. Ik vind het helemaal spannend, helemaal buiten adem. Ga naar boven dan. Hij durft niet naar boven. Nee, dus ga naar boven dan. Ga naar boven. Wat kan jij? Klaar. Klaar? Nee, niet koprol, dat kan niet. Beetje bier. Wat? Beetje bier. Beetje ieuw. Haha, stijf hard, hè? Daar gaan ze hoor. Kijk naar mama. Kom niet tegen je balletjes. Moet ik nog wat drinken halen? Ja, ik heb best wel een beetje dorst. Jij dan? Heb jij ook dorst? Ons kind loopt weg. Oh, daar. Hij komt alweer terug. Zullen we zo naar huis gaan? Ik ben een beetje moe. En mijn lippen zijn volgens mij vet droog geworden. Van die droge lippen ding wat ik had. Ja.
Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb net mijn gezicht gedaan, dus vandaar dat je van die rode vlekken overal ziet. Ik dacht weer iets nieuws uit te proberen. Maar anyways, ik ga vandaag lekker naar de stad. Ik ga lekker shoppen. Ik had serieus 5 dingen besteld online. Ik ben een beetje buiten aan van de trap. En ik heb alles weer teruggestuurd. Behalve de oorbellen. Ja, dus ik dacht nee, dit gaat er niet worden. Ga ik niet meer doen. Dus ik heb echt makkelijke kleren aangedaan. Ik heb mijn hoge rok. Die had ik toen een keer bij AliExpress gehaald. Love it. Alleen mijn BH wordt te groot. Dus mijn tieten zakken iedere keer naar beneden. En ja, ik zit te twijfelen of ik de panty aan zou doen of niet. En daar zat ik echt een beetje mee. Dus ik ga het zo even aanvoelen. Als het te warm voelt, doe ik gewoon die panty uit. Want ik ben niet zo van de panty. Of ik een beetje alleen een poeder opdoe. Dilemma of ik mijn haar los of vast moet doen. Maar ik denk dat ik vandaag voor vast ga. Ja. Gewoon zo een pomponnetje op mijn hoofd. Oh, dat had ik net niet zo. Oké. Zit. En dan ga ik mijn leren jasje erop aandoen. Zoals ik al zei, het is echt niet koud. Kijken of beneden iedereen elkaar levend laat. Ja, het is lekker weer buiten, eindelijk. Dus dat is wel goed. Jee, kan ik buiten? Moet je niet even zeggen dat ik er fantastisch uitzie? Nee, ik vind die rok niet zo. Ik wist het. Maar ik heb gisteren gelezen dat ik mijn eigen stijl moet ontwikkelen en moet aandoen wat ik mooi vind. Dat ik nog nooit wat van aangedrongen heb. Nou, meestal luister ik wel naar je laatste tijd. Maar nu doe ik wat ik zelf wil. Dus ik doe dat gewoon aan. Dat I love it. Alleen mijn BH is te groot. En dan krijg ik hangtieten. De planning was eerst in Amsterdam shoppen. Daarna was het Amstelveen. En we zijn uiteindelijk in Haarlem terechtgekomen. Maar we gaan eerst even eten. Want ik heb echt super mega honger. Want ik had vanochtend helemaal niks gegeten. En het zonnetje schijnt echt super lekker. Daar ben ik echt super blij mee. Lekker, lekker, lekker. Dus we gaan nu eerst even lekker eten. En dan gaan we shoppen. Als we nog tijd over hebben. Diner. En het is nu ochtend of middag. Ja. Het is gewoon warm hè, als je in de zon zit. Ja. Ik had gisteren helemaal niet meer verder gevlogd. Ik had het echt zo naar mijn zin met het shoppen dat ik gewoon helemaal mijn camera was vergeten. Echt super stupid. Veel leuke dingetjes gekocht. En vandaag ga ik lekker met Nick, hebben wij quality time gepland. Dus we gaan naar een bed and breakfast een nachtje. Dus vanavond gaan we naar een bed and breakfast. En dan gaan we daar in de buurt wat eten. En gewoon helemaal relaxen. En een boek lezen. You know what I mean. Dus echt super super chill. Ik had het echt even nodig. Weet je, ja, mijn lichaam vroeg er al de hele tijd voor dat ik het echt een beetje rustig aan moest gaan doen. En ja, dat ik gewoon tijd voor mezelf moest gaan nemen. En ja, daar heb ik gewoon nu naar geluisterd. En dat ga ik gewoon doen. Lovely. Ik heb ook nog een slaaphoofd, want ik ben niet blij mee ben. Ik ga nu eerst mijn video nog editen voor dinsdag. En dan ga ik mijn haar doen, douchen, you know you wanna mean. En mijn spullen inpakken en dan gaan we. Zo, wij zijn onderweg naar de middle of nowhere. Want we gaan lekker naar de bed and breakfast zoals ik net al zei. Ik ben helemaal aangekleed en gedrest. Volgens Nick heb ik mijn gangster outfit aan. Toch? Beetje. Nicky vindt dat ik een gangster outfit heb. MC Mary Lou. Wat? MC Mary Lou. Whatever. Ik vind het wel leuk staan, anders zou ik het niet aan doen natuurlijk. Misschien doet de ketting dat. Ik heb zo een honger. Dus nu zijn we bij nee, de Mac. Mag je niet zeggen, slecht. Hoezo? We zijn bij de McDonald's en ik heb een salade gekozen met frietjes. Dat is echt mijn combi, dat vind ik lekker. Meestal een rare combi eigenlijk, hè? Weet je wel, hè? Maar ik denk dat dit juist zou staan. Even kijken. Daar word je heel flats van. Hallo, ik praat met je. Ja. Ons weekendje samen zijn begint. Lekker relaxed zijn. Nou, we gaan nu even lekker wat eten ergens. Waar gaan we eten, Nick? Ergens in Medemblik of zo. Dus maar wel heel gaaf. Ja, wel heel gaaf, ja. En dan gaan we. Oh, ik heb nu verkramping in mijn nek gekregen. Omdat jij zo achterlijk lang voor mij bent. Sorry. Ik moet wel even mijn jas aan. Het ligt in de auto, hè. Ik ben mijn haarproducten vergeten. Mijn moeder stuurde me net een foto met alle producten. Oh, en ook God. Mijn producten om mijn gezicht mee schoon te maken, hè. Die ben ik dus ook vergeten. Nee toch? Jawel. Je staat toch in de auto? Nee, dus nu kan ik niet mijn gezicht schoonmaken. Dan zit ik morgen onder de pukkels. En mijn haar zit dan ook niet eruit. Dus dan heb ik twee. Ik ga vanmorgen toch naar de sauna.
Oh ja, we gaan morgen toch naar de sauna. Lekker! En 80 minuten gemasseerd worden. Oh, we hebben de auto ergens anders gezet. En die vind ik zelf best wel pittig. Ik zal hem even laten zien, want dan is hij toch al geüpload. Maar het is echt out of my comfort zone. Echt out of my comfort zone. Oh my goodies. Dit is zo lekker. Ik weet niet of ik het allemaal opkrijg hoor. Oh, ik zit echt prop en propje vol. Jij niet? Ja. We hebben echt schandalig veel gegeten. Ja, vooral jij. Jij hebt gewoon freaking 2 burrito's op, hè? Lekker man. Dat is gewoon niet normaal hoeveel jij vreet. Ik had er 1 op en een paar hapjes van de 2. Nou, het was zoveel, ik kon niet meer op hoor. Zou ik echt uit mijn broek ontploffen. Oeh, het is koud. Ik heb ook helemaal geen jas aan. We gaan nu weer terug naar... Aaron? Ja, we gaan naar de bed and breakfast. Op het douche. Ja, en dan gaan we even lekker theetje doen, hè? Ja. Gezellig! Dit is zo knus. Nou, hier slapen we vanavond. Oh, mijn batterij is leeg. En nu kan ik dus geen storytime doen. Amazing. Je kan echt van allerlei soorten boeken lezen. En ik had laatst het boek... Oh, heet dat ook weer... hashtag girlboss. Echt een aanrader. Ik vond hem zo vet. Oh, jeetje. Ik? Ja. Ben jij thee aan het maken? Dat heb ik al gemaakt. Oeh, lakka. Oh, hey, goedemorgen jongens. Ik ben net wakker. Ik is al aan het douchen. Oh, ik ben een beetje dichtbij. Ik is al aan het douchen. Ik ga even een kopje koffie drinken. Echt zo stom. Ik moet vandaag toch langs huis. Heel snel om mijn lenzen op te halen, want ook mijn lenzen zaten in dat tasje dat ik thuis ben vergeten. Met mijn gezichtsspul en alles. En mijn make-up. Maar ja, nu ga ik vandaag naar een spa de hele dag, dus make-up heb ik niet echt nodig. Maar mijn lenzen wel, want ik haat het met een bril. Oké, ik ben nu al wat meer in het land der levenden. Ik zal nog even de kamer laten zien, dat was ik helemaal vergeten. Dus dat ga ik nu even doen. Dat is dus zeg maar de keuken. En hier hebben we de douche. Ik vind die deur erg gaaf. De kast en die muur daarachter is echt super gaaf. En dit is het zitgedeelte. Nick, ben je decent? Nou. TV. Dit zijn trouwens kasten waar ook bedden in zitten. Dus die kan je zo uitklappen als je met kinderen bent. Oh, zijn boekjes. Nick heeft er wel uit, maar ik moet hem nog lezen. Hier heb ik mijn koffie. Nick, ben je aangekleed? Nee. Nog steeds niet. Je bent een wijf. En slaapgedeelte kan ik nu niet doen, want Nick is nog steeds bezig met aankleden. Hey, goedemorgen Pieploy. Ik ben weer thuis. Oké, je vraagt je nu af wat de fuck heb zij met haar gezicht gedaan. Ik heb dus net mijn gezicht met van die kleine naaltjes, weet je, dat je collageen weer aanmaakt. Dat heb ik net gedaan, dus vandaar dat het zo rood is. Ik doe vandaag ook geen make-up op, ik laat het gewoon lekker zo. Ik heb net mijn haar ook even nat gemaakt. Niet gewassen, nat gemaakt. En ja, ik ga nu eigenlijk eventjes lekker op de bank zitten. Want vanavond hebben we een verjaardag. Vroom, vroom, vroom. Echt een vroom. Vroom, vroom. Dat ziet er zo raar uit. Oké, okay, Mavis, ben je klaar? Gaan we even allemaal de jas aandoen.